De Nationale Sportweek gaat natuurlijk over het enthousiasmeren van heel veel mensen voor al die sporters die er zijn. En ja, dat is heel iets moois om aan verbonden te zijn. Ik ben daar zelf ook mee bezig met Vondelgym en sport eigenlijk al mijn hele leven. Ik heb dus ook gemerkt wat sport voor je leven kan doen. Als het gaat om discipline, om structuur, om sociale vaardigheden, om competitiegevoel. Eigenlijk zoveel voordelen heeft het. En nu is er ook nog eens zo ontzettend veel keuze. En het is heel mooi om in één week eigenlijk zoveel mogelijk van dat soort dingen te laten zien. Zodat heel veel mensen in beweging raken. Het is een hele eer natuurlijk, teamcaptain te mogen zijn voor de Sportweek. Er zijn allerlei sportpromotors en iedereen gaat op zijn of haar manier natuurlijk proberen om zoveel mogelijk te laten zien van wat er allemaal gebeurt in die week. Een van de dingen waar ik zelf heel erg enthousiast over ben is de Sportcaravaan. Dat is echt een stoet aan foodtrucks, sportinitiatieven en ander enthousiasme dat door de stad trekt. Steeds op andere plekken staat en waar mensen kunnen zien wat er allemaal aan sport wordt aangeboden. Wat voor voeding je allemaal kunt eten. Maar een heel leuk element daarvan is ook. Je hoort altijd wel eens die verhalen, kinderen in de groei, kopen sportkleding, is het volgende seizoen alweer te klein en wat doe je er dan mee? Maar er zijn ook heel veel kinderen, in de steden met name, die geen sportkleding kunnen betalen. Dus die twee hebben we samen gebracht. Kinderen die hun kleding ontgroeid zijn, schoenen, shirtjes, broeken, wat dan ook, leveren dat in. En anderen kunnen daar weer nieuwe dingen vinden. Dat vind ik een heel mooi initiatief, omdat het voor mij zo'n beetje de kern raakt van waar sport over gaat. Is dat namelijk ook de verbindende factor. Mensen die met elkaar iets doen, met elkaar in contact komen. Verschillende werelden die elkaar ontmoeten. En dus dat vind ik een heel bijzonder initiatief. Natuurlijk de openingsrun, het eindfestival. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Dus ik hoop dat mijn collega's ook flink van wal gaan steken in het enthousiasme. Ja, dat is toch sterker. Hij is nog niet bezig. Een van de speerpunten deze Nationale Sportweek is ook dat er extra aandacht is voor alle aangepaste sporten. En heel bijzonder is dat er voor het eerst een evenement komt voor de Paralympische ploeg. Als ze terugkomen worden ze normaal gesproken opgevangen door familie en vrienden. Maar nu is er in Utrecht echt een evenement voor het publiek waar Paralympic Team NL, moet je het officieel noemen, net vers terug uit Rio komt. En waar we die helden ook kunnen ontvangen. Het is ook een belangrijke tak van sport waar veel meer aandacht voor nodig is. Hey, yeah!